Hoe is het toch met onze boekenkist? Sinds de vorige aflevering zijn we bijna 2 maanden verder en er is hard gewerkt. Zo is er gelijmd, geverfd en nog meer gelijmd. De restauratie is eigenlijk intussen heel ver gevorderd. Het valt een beetje uiteen in constructieve ingrepen en wat meer cosmetische. Constructief heb ik onder andere dit strookje eraan toegevoegd, want aan die kant zit er ook een, daar hoort er dus eentje te zitten. En omdat die weg was, stond de hele kist scheef. Dus ik heb dit gewoon weer toegevoegd. Kijk, hier vannacht is een spijker in de kist geslagen, heel lang geleden al. Maar daar is uiteindelijk een barst in ontstaan en nu zitten er 2 stukjes los. Dus die ga ik vastplakken. En het plezier van deze lijm is dat je hem, mocht het nodig zijn, altijd los kunt krijgen. En bovendien plakt hij ontzettend goed. Hij zit op zijn plek. Ik leg er een stukje perspex op. En in dit geval, dit is heel ver weg, dus ik kan er geen lijmtang op zetten. Dus daar gebruik ik een andere ouderwetse methode voor. Dan zet ik een stokje tegen het plafond. En dan buig ik hem ietsje door en dan zet ik hem precies op die plek. En dan zit hij vast. Het doel van de restauratie is de kist te behoeden voor verder verval en zo te behouden voor de toekomst. Er moeten nog een paar dingen gebeuren. Ik moet eigenlijk vooral aan de voorkant van de kist nog wat dingen doen. Alweer snippers leer vastplakken en een aantal van de banden fixeren. De sloten heb ik intussen alweer vastgezet. En daarna is het eigenlijk alleen maar een kwestie van hem nalopen en hem hier en daar nog wat bijtippen en kijken of het allemaal goed geworden is. Herman is nog ongeveer 2 weken bezig om de laatste puntjes op de i te zetten en daarna is de binnenkant van de kist aan de beurt. In de volgende aflevering daarover meer.